Mark Schmid wilde een portret maken van zijn autistische vriend Matthijs, maar belandde in een persoonlijk drama. Er is iets uitdagends in het recht in de camera kijken. Waar mijn aandacht steeds afgeleid wordt naar jouw gezicht. Dus moet ik even me even voorstellen dat jouw gezicht achter de camera zit. Wat is er uitdagend aan? Het kwetsbare. In het kwetsbaar moeten zijn. Het is een beetje in een afgrond kijken. De documentaire heet De Regels van Matthijs. Wie is Matthijs en wat zijn de regels? Matthijs is een schoolvriend van mij. We hebben samen een middelbare school gedaan. En toen was ook al duidelijk dat hij afwijkend gedrag vertoonde. En in de loop van de jaren werd langzamerhand duidelijk waar dat aan lag. En nou, pas vrij laat hoor, was hij al dik in de 20, achter in de 20. Toen werd hij gediagnosticeerd als zijnde autistisch, Asperger. Dat verklaarde wel een hoop van zijn gedrag. De regels, de tweede helft van de titel, slaat op de regels om Matthijs heen. Dat zijn eigenlijk onze regels, onze sociale regels, regels van onze samenleving. Die Matthijs niet kan accepteren. Omdat hij ze niet begrijpt en omdat hij ze eigenlijk ook onzin vindt. Hij is er gewoon niet mee eens. En dus probeert hij zijn eigen regels na te leven. Dus de regels in de titel staat op twee dingen. Pagina 8183, BFE, 4 uur 16. Ik heb een klein universum, dat is mijn huis. Er zit nog heel veel omheen, maar daar kom ik niet vaak. Mijn woning is het heelal en de rest van het heelal is een kleine paragraaf van dat heelal. Je bent na de middelbare school ook gewoon blijven zien? Ja, ja hoor. Ja, tot en met de film. Okay. En soms ook wel periodes wat minder. Het was iemand die nogal intensief was in de omgang. Dus als ik zelf niet zo goed in mijn vel zat, dan kon ik hem er niet bij hebben, zeg maar. Dus dan hield ik hem wel iets meer op afstand. Maar anders, alle belangrijke gebeurtenissen in mijn leven was hij bij. Toen ik trouwde, housewarmings. In die zin was het een vriend als alle anderen. In alle andere opzichten niet. Maar ja, dat contact is er altijd geweest. En toen op een gegeven moment dacht je, toen wist je ook dat hij autistisch was en toen vond je, hier moet ik een film over maken. Nou, nee, niet onmiddellijk hoor. Helemaal niet zelfs. Het was iemand anders die mij op dat idee bracht eigenlijk. Zelf had ik daar helemaal niet aan gedacht. Terwijl ik toen al lang films maakte, maar ja, dat was gewoon zo privé, dat kwam helemaal niet in me op. Tot iemand anders die hem een keer ook op een feestje had gesproken zei van ja, maar dat is wel een heel interessante jongen en misschien kan je daar een keer iets mee doen. En moest je hem overtuigen van de film? Nee, helemaal niet. Nee, hij was meteen akkoord. Het was... Wonderlijk bijna, toch? Of niet? Sorry? Dat hij dan zoveel toelaat en zoveel laat zien? Ja. Ja, maar dat past wel bij hem, hoor. Matthijs was niet iemand die een masker voorhield. Integendeel, hij was heel open en wilde zijn leven wel met anderen delen. De niet-autisten die hebben een hersenfunctie ergens. Die zorgt voor overzicht en voor intuïtie en zo. En als autist moet je dat allemaal zelf doen. Hoe doe je dat? Ja, dat ga ik nu vertellen. Je moet alles uitdenken. En wat zie je dus gebeuren? De autisten die beperken zich tot een heel klein schaal en denken dat helemaal uit. Dat heb ik ook gedaan. Want uiteindelijk ben jij het team, neem ik aan. Hè? Alleen jij zat er met een camera en met geluid. Of waren er nog meer mensen?
Grotendeels was ik het team. Ik had van tevoren het concept. Alles binnen in zijn huis film ik helemaal alleen. Dus ik zat met een camera op een statief ook, binnen op statief. Alleen, dus ik camera, geluid, regie, alles. Juist om die intimiteit en dat één-tweetje met hem te benadrukken en niet te laten verstoren door andere mensen. Maar buiten, zo gauw hij zijn huis verlaat, heb ik met een crew gedraaid. Dus met een cameraman en een geluidsman. Want dan gaat het niet meer om onze relatie, maar om de confrontatie van Matthijs met de buitenwereld. Maar we zijn bijna niet buiten. We zitten vooral in de woning en dus ook in zijn hoofd. Want dat is een beetje hetzelfde. Ja, ik denk 80% is binnen. Zoiets schat ik in. Ja, dus dat heb ik inderdaad grotendeels alleen gedraaid. Daardoor ben jij ook getuige van een zelfmoordpoging van hem. Hoe is dat? Ja, dat was lastig. Want... Als mens en als maker. Ja, en ook omdat de vriendschap op dat punt verandert. Ik begon die film. Toen wist ik wel, oké, ik ben vriend en ik ben filmmaker. En dat kan soms door elkaar lopen en dat is misschien lastig. Maar dat red ik wel, dat is niet zo. Ja, dat gaat me wel lukken. Maar op het moment van de zelfmoordpleging moest ik ook nog eens ingrijpen. Ik moest hem overrulen. Dus ik heb 112 gebeld. En op dat moment er gebeurt ook wel iets met de vriendschap. Omdat de gelijkwaardigheid verdwijnt daardoor. Althans op dat moment. Dus werd ik toch ook opeens hulpverlener. Op een bepaalde manier. Het was een lastig moment, maar het was geen moment van twijfel. Dus in die zin was het niet moeilijk. Ik twijfelde niet over wat ik moest doen. En je denkt er ook niet ergens diep van binnen en onder een gemeen stemmetje. Het is eigenlijk wel goed voor de film of zo. Ja, dat weet je. Tuurlijk weet je dat dat goed is voor de film. Dat is heel ambivalent. Dat is het ambivalente daaraan. Dat besef je. Ja, je bent ook filmmaker, dus je weet ook dat zo'n moment belangrijk is voor de film. Maar dat betekent niet dat je het om kan draaien en dat je kan zeggen dat je er blij mee bent dat het gebeurt. Dat is weer wat anders. Maar wat heb je nu, Matthijs, wat heb je nu gedaan? Ik wil een verklaring afleggen over wat ik gedaan heb. Ik zeg het niet letterlijk, want dan word ik niet serieus genomen. Maar de feiten spreken voor zich. Ik heb de sporen niet uitgewist. Ik ben heel open, steeds geweest. En ik heb steeds geprobeerd om bedekt en goed geproportioneerd dingen niet te overdrijven. Want als ik overdrijf, word ik ook niet serieus genomen. Maar als ik onderdrijf, word ik ook niet serieus genomen. Ik probeer het precies goed te doen. Ik heb de dingen vaak gezegd. Ik heb de dingen eindeloos vaak herhaald. Maar hoe vaker ik het herhaal, hoe meer ik niet serieus genomen word. Ik word gek. Heb je een overdosis genomen? Geef gewoon een antwoord. Ja, tuurlijk. Ja! Ja! Godverdamme! Ja, dan ga ik nu actie ondernemen. Dan kan ik niet laten. Ja, daarvoor ben je ook boven komen lopen. Ja, ga ik nu... Daarvoor wilde ik ook dat je met mijn advocaat sprak. Ga ik nu actie ondernemen, Matthijs. Wat ik altijd wilde was een portret van zijn binnenwereld maken. Dus in zijn hoofd kruipen. En dat is gelukt, hoop ik. Denk ik. Dus in die zin is het de film geworden wat ik wilde. Wat ik niet voorzien heb, is dat het zo'n rollercoaster zou worden. Dat het zo'n opeenvolging van crisis naar crisis is geworden. Dat het dat ik zijn ondergang heb gefilmd. Dat wist ik van tevoren niet. Dat was ook nooit de opzet. En ja, dat cruwe is... Ja, nee, dat weet ik niet. En misschien dat de film het wel zo goed doet, omdat dat uiteindelijk allemaal gebeurd is. Dat is natuurlijk een heel cruwe gedachte. Nou, ik ken een nog cruwere gedachte. Je filmt zijn ondergang, maar ben je door het filmen niet ook onderdeel van die ondergang? Daar kom je natuurlijk nooit helemaal achter. Niet in de zin van... Kijk, ik ben natuurlijk onderdeel van zijn leven geweest die afgelopen maanden. Dus in die zin wel. Maar ik denk niet dat het feit dat ik die film heb gemaakt daaraan heeft bijgedragen. Dat denk ik niet.
Ik weet het niet. Ik kan me voorstellen dat hij door die film ook... Nou ja, dan grijp je... Kijk, je hebt mensen die filmen als een fly on the wall. Proberen onzichtbaar te zijn, wat natuurlijk ook niet helemaal zo is. Maar dat bestaat niet. Nee. Dat bestaat niet. Maar jij zit er heel nadrukkelijk in deze film. Je bent in zekere zin een mede-hoofdpersoon, alleen we zien. Mm-hmm. En in die, op die reden heb je misschien ook wel een heel klein beetje de gang van zijn leven verlegd. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Waarom niet? Hoe kan dat? Omdat ik denk dat mijn invloed daarvoor toe te beperkt is geweest. Want als dat zo was, dan was het... Als ik daadwerkelijk zoveel invloed op zijn leven had gehad, dan was dit ook niet gebeurd. Want dan had je het ten goede kunnen keren. Ja. Achter mij hangen de 5 genomineerden voor de Cinema.nl Afficheprijs. Dat is een publieksprijs. Mensen kunnen stemmen op het affiche dat zij het beste, het mooiste, het leukst vinden. Maar wat maakt een affiche nou een goed affiche? Wat maakt een affiche nou een goed affiche? De vraag is heel goed, want het gaat, heel veel mensen denken dat het om het mooiste affiche gaat. Dat is wel een heel erg belangrijk onderdeel, maar het gaat inderdaad om het beste affiche. Het affiche moet de doelgroep aanspreken. En voor een grote Hollywood-productie doe je dat op een andere manier dan voor een kleine, hoogst intelligente documentaire. Ik zag u al kritisch kijken. Wat is uw favoriet? Ik vind het meest indrukwekkende vind ik toch de meest rechtse. Die komt het meest binnen. Theo valt wel heel erg op. Ja. Waarom? Omdat hij een hele enge kop heeft daar. Ik vind Van Heijnen ontvoering vind ik wel een heel mooie. Waarom? Ja, hoe het verhoord wordt eigenlijk de, bovenaan eigenlijk de slecht, ja, eigenlijk de goede Rik, zeg maar, onderaan de slechte Rik, hè. En die verdeling die is heel duidelijk zichtbaar. Rutger Hauer vind ik best een aardige man, hoor, maar ik snap de compositie vind ik niet helemaal, niet, het raakt me niet. Ik vind hem heel Amerikaans. Heel erg statisch, heel erg met hoofden naar je toe gericht, die vind ik niet zo boeiend. Ja, dat jongetje met die twee aan de linkerkant, die vind ik allebei. Echt? Ja. Maar deze is toch best wel lief? Mooi vogeltje. Heel lief, maar je kan heel veel lieve fotootjes zien. Die staan de hele dag ook in de krant, lieve fotootjes. Maar het spreekt me niet aan. Ik zeg niet, ik ga naar die film toe. Van het is zo'n mooi plaatje. Wat voor affiches zie jij nou graag? Ik bedoel, je hebt al heel wat gezien in al die jaren. Ja, die een beetje eigen zijn. Ik vind bijvoorbeeld L'amour de Mouche vind ik heel mooi. Mooi, zeg ik ook meteen. Het is prikkelend. Het gaat over mosselen. Aan de ene kant is het niet een heel erg sexy onderwerp, maar het heeft wel een soort seksuele connotatie. Die is heel mooi in de poster verwerkt. Je denkt dat het is een soort décolleté, maar het zijn twee mosselen met wat bubbeltjes die omhoog komen. Ik weet niet eens precies wat het is, maar ik vind het een prikkelend beeld. De kleur blauw is vaak de zee, dus zoiets, maar ik zie het niet echt, nee. Misschien wel twee borsten en een rits. Ja, maar misschien heb ik wel een hele grote fantasie. Zou dat het kunnen zijn? Wat ziet u dan? Ja, ik ga het niet vertellen wat ik zie. Waarom niet? Nee, vind ik een beetje... Nee, nou ja, het gaat ook om een... Het gaat om de liefde van de mossel, hè, dit. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dan vind ik het eigenlijk wel goed gezien van mij. Nou, dan moet ik nog even op gaan kijken. Dat valt... Jullie zijn eigenlijk de eerste die dat niet zien. Oh, nou... Ik moet zeggen, ik zie het echt niet. Ja, je ziet wel in Nederland dat het wel beter wordt gemaakt. Een jaar of 10 geleden, toen we begonnen, had je ook nog echt van die affiches, van die knutselaffiches ertussen. Dat je echt zag van een week voor de release, dat er ook nog werd bedacht van er moet nog een poster komen. Dat een neefje die wel iets met een computer kon, een stil kreeg en een vrolijk lettertje erbij zette als het een kinderfilm was of een serieus lettertje bij een dramaproductie. En dat zie je bijna niet meer. Het is echt door de bank genomen echt veel beter geworden. Ik vind die heel gaaf. Kijtman? Dat had ik nog niet eens gezien. Maar ik vind de manier waarop de woorden om de figuur heen gezet zijn heel vet. Ik vind met die letters en zo vind ik een beetje rommelig. Nou, ik vind hem wel grappig. Oké, spannend dit, spannend. Ja. Ik vind het juist wel speels, die letters. Ja, jammer dat ik hem niet zo herken. Want dat vind ik wel een bijzondere muzikant.
Maar wat vindt u van de poster? Ja, nee, die vind ik dan niet... Nee, dat vind ik jammer. Omdat er niks erotisch in zit, zeker? Waarschijnlijk is dat het, ja. Wil jij nou ook stemmen op jouw favoriete affiche? Dan kan dat op cinema.nl. Onder de stemmers worden 2 kaartjes verloot voor het Gouden Kalveren Gala van volgende week. Zij een vriendelijke lach.